We zijn een ondernemend land. Hoe vind je als startende of draaiende ondernemer jouw plek in de markt? Steeds meer mensen starten hun eigen bedrijf en door de huidige economische situatie raken mensen hun baan kwijt en zien ze het starten van hun eigen bedrijf als een goed alternatief. Vaak is het een droom die ze nagaan, die ze al heel veel jaren hebben, maar eigenlijk nog nooit daadwerkelijk hebben waargemaakt. En dan is vaak dit het moment om het dan daadwerkelijk te doen. Alleen je inschrijven bij de Kamer van Koophandel betekent echter niet dat je ook daadwerkelijk ondernemer bent en je bedrijf ook goed neerzet. Dat kost heel veel voorbereiding en dat is iets wat mensen tegenwoordig vaak vergeten. Vuurkracht is een adviesbureau voor ondernemers, zowel voor startende ondernemers als voor gevestigde ondernemers. En daarnaast doen wij veel krediettoetsingen voor de kredietwaardigheid van bedrijven. In onze begeleiding voor startende ondernemers begeleiden wij mensen zowel voor de start als na de start. Waarbij wij die ondernemer meehelpen om een goede voorbereiding te maken om een succesvol bedrijf neer te zetten. Woord en Beweging geeft begeleiding aan mensen in hun professionele werk. De aanleiding dat mensen bij mij komen is meestal dat ze een stagnatie ervaren in hun werk. Of het in hun functioneren, of in relatie met collega's of met leidinggevenden. Maar er zijn ook mensen die zich willen verdiepen in hun werk. Dus die er bij mij komen om te kijken van, goh, is dit nog werk die bij me past? Is dit nog werk die ik zo wil doen? Heb ik er net zoveel plezier mee? Hoe kan ik meer plezier krijgen in mijn werk? Vuurkracht heeft me geholpen om mijn doelgroep vooral smaller te maken. En die helpt mij met, bijvoorbeeld met acquisitie plegen en mij te profileren in de markt. Ondernemerschap blijft laagdrempelig en meer mensen zullen zich in blijven schrijven bij de Kamer van Koophandel. Alleen die inschrijving is dus niet genoeg. Je moet creatief en innovatief zijn om op te vallen in die markt en ook succesvol te kunnen zijn. Want ook door het internet wordt alles steeds transparanter en is alles zo goed vindbaar en ook je concurrentie. Zorg voor de juiste voorbereiding zodat je een goede start kunt maken.